We zijn vandaag bij een, uh, als het regieteam. Um, uh, wie ben jij? En uh, wat, wat doe je bij het regie -team? Ja, ik ben uh, Ema Hartman. Ik ben senior beleidsadviseur bij uh, Waterschap Vallein Veluwe. En uh, ja, ik mag ook deel uitmaken van dat regie team. Ik ben Wijnald Turkensteen, ik ben uh, van waterschap Amaas. Uh, ik ben kernteamlid van, van het programma Afwaterprognoses. Ja, ik ben uh, Rien de uh, Ridder, beleidsadviseur Waterketen Zuiden-Zeeland en ben betrokken bij het regie-team uh, van de uh, afwaterprognoses. Uh, en ik hoop daarbij het regie team uh, sturing te geven aan uh, het realiseren van die afwaterprognoses. Het uh, regie-team is de bedoeling dat we het programma, wat helemaal onder deze Community of Practice valt, om dat in de vingers te houden. Om te kijken van gaat het de goede kant op? Halen we ons tempo en onze ambities en onze doelen. En waar nodig, kijken waar we moeten bijsturen, waar we werkgroepen die bezig zijn uh, kunnen faciliteren om hun taken nog beter te doen. Er zijn 20 projecten die we willen gaan uitvoeren. Ja, en dat gaan we doen in een tijdsbestek van, laten we zeggen, anderhalf jaar. Alle waterschappen doen er aan mee. En waarom in een programma? Omdat we gewoon allemaal projecten doen. En die hebben samenhang. Dus wat het ene project doet met een groep mensen met een speciale expertise, moet een andere groep weten. Maar er is altijd samenhang om die prognoses goed in beeld te krijgen. Dus we gaan doen aan kennisdeling, aan data verzamelen. Misschien wel een tool ontwikkelen die helpt. Maar dat doe je programmatisch omdat je dan het overzicht en het evenwicht bewaart. En het fenomeen kop, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe moeten we dat niet vaker gaan doen? Ja, want het zijn gewoon enthousiaste waterschappers die een vraag hebben die ze allemaal hebben. En uh, ja, dan moet je niet per stuk als waterschap die problemen op gaan lossen. Dan doe je dat als collectief. En dat is stoa, punt. Nu zitten er alleen waterschappen in de community of practice van de afvalwaterprognoses. Ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat dat een hele logische keuze is. Het is een programma ook vanuit de waterschappers, TOA en het waterschapshuis. En we hebben ook als waterschap gezien dat er echt de primaire behoefte is om die prognoses te verbeteren. Maar we zien tegelijkertijd dat die prognoses ook door gemeenten en ook drinkwaterbedrijven worden gebruikt en nuttig kunnen zijn. Dus ik denk dat het juist met elkaar... In de hele afwaterketen. We hebben die samenwerking in de afwaterketen gehad de afgelopen tien jaar drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten. Dat ook dit echt zo'n onderwerp is waar we in die samenwerking kunnen versterken. Mooi. Vakgenoten onder elkaar verbinden, gebruiken van wat we al ontwikkeld hebben, en leren van elkaar. Exact. Leren van elkaar en uh, verbinden. Mag het ook leuk zijn? Mag het ook leuk zijn? Nou, we vinden het uh, hartstikke leuk. Daarom staan we hier ook vandaag. Te zweten <laughs> in het zonnetje.